Oh ja, nou ben ik recording. Ja, even wat puntjes aan het leegmaken. Zie ik zo'n geel busje voorbij komen van de gemeente Zutphen. En ik denk, nou die stoppen wel, maar dat deden ze niet. Maar in één keer staan ze achter me. Twee van de gemeente Zutphen. En die vroegen wat ik aan het doen was. En dat ga ik nu vertellen. Mag ik jullie filmen? Maar wel. Ik kijk de putjes na voor salamanders, kikkertjes, hagedisjes. En ik heb er al hele, drie mooie hele salamanders gevonden. Die zal ik er even bij pakken. Kijk eens, hele mooie salamanders. En die waren aan het verdrinken. En die, ja, je mag erin kijken. Ze zijn... Springen er niet uit, hoor. Nou, als ze een beetje warm worden, dan... Kijk. Dus ik ben een beetje voor de dieren aan het opkomen. En weet je wat heel erg is? Dat moet ik nog zeggen, er zijn bijna geen bloemen meer. Geen bloemen meer. Maar er zijn er geen insecten meer. Er zijn er geen rupsen meer. Geen vlinders meer. Geen vogels meer. En als er geen vogels meer zijn, dan wordt het stil. En het is nou stil. En dat komt omdat hier geen bloemen meer zijn. En jullie komen hier met de gemeente, met van die zuigapparaten langs. En dan zuig je de bloemen, de zaden, de reptielen, zuigen jullie gewoon op voor biomassa. Want ik ben bij jullie op de werkplaats geweest. En daar wordt het gewoon op één grote bult gegooid. En er is nergens een stukje wat jullie overlaten voor de dieren. Tot alle hoekjes, tot langs de bomen, tot aan de slootranden. Tot aan de slootrand zuigen jullie het weg. Zelfs dat in de natuurgebieden, waar de ringslangen, alles gewoon zit. Dus het is super treurig. He, en dan... En weet je waarom ze dat allemaal wegzuigen en kapot maken? Omdat dat bloemen zijn. En bloemen zijn geneeskrachtige kruiden. En geneeskrachtige kruiden, daar genazen we vroeger van. Maar dat willen ze niet, dat wij nog genezen. He, wij moeten bij hun aankloppen voor chemo, voor medicijnen, waar duizenden procenten winst op zit. He, en dan betalen hun onder elkaar uit, de banken en de aandeelhouders en de hele mikmak. En wij moeten daarvoor opdraaien. En ze maken onze natuur dood. En 1 op de 3 Nederlanders heeft kanker. Nou, vertel mij hoe. Glyfosaat, neonicotines. Ons voedsel is helemaal vergiftigd. En als je ziet hoe dat gaat, en ik woon nu in de Heuven. Ze spuiten liters, honderden liters, meest vieze stront van varkens die er maar is, in de grond. Daarna komen ze, ploegen ze het nog even snel om. Dan komen ze met maiszaad aan, waar neonicotines in zitten. Dat is het meest giftigste gif wat er is. En dat gooien ze... Dan drenkelen ze die zaden in en dan planten ze dat. En de bedoeling is, als twee neonicotines bij elkaar komen, gaat het werken. Dus als een mannetjes insect en een vrouwtjes insect bij elkaar komen, begint het te werken. Dus gaan ze dood. Dus ze kunnen zich ook nooit meer voortplanten. Dus daarom gaat alles dood. Dus ik ben heel erg treurig. Ik probeer nog te redden wat er te redden valt. En ook, ik heb het niet tegen jullie, maar bij de gemeente wordt gewoon met zo'n zuigmachine echt overal tot aan de randjes van de struiken halen jullie nog weg. En dat doe je voor biomassa. Biogas. En biogas, ja, de natuur vind ik nog wat waard. En nergens blijft het staan. Overal, tot elk randje, elk boompje, om elke boom wordt het weggezogen. De dieren hebben 0% kans. Ik durf ze niet eens meer vrij te laten. En ook al laat ik ze ergens achter in een natuurgebied vrij, gaan ze er nog aan. Dan komen ze met armen. Je kunt het tot diep in de sloot. Misschien tot aan de slootrand. Hier. Tot hier wordt het weggezogen. Daar leven allemaal beesten. Geen vlinders meer. Toen ik jong was, waren er altijd vlinders. Mijn oma en ik gingen altijd bloemen plukken langs de kant van de weg, bossen vol. En die moesten we eerst 2-3 uur buiten laten liggen. En dan moesten alle insecten eruit, anders kon je ze niet naar binnen halen. Had je hele huis voor insecten. Je hebt geen bloemen meer. En dat doen ze al jaren. Je mag niet eens meer op de gebruiksaanwijzing zetten wat voor geneeskrachtige werking het heeft als je bij de reformzaak komt. Dat is verboden. Je mag niet eens meer over planten praten. Want hun willen de totale macht. Over ons voedsel. Over ons welzijn, snap je? En ze hebben het helemaal niet zo goed voor met ons welzijn. Want hoe langer duurt het dan niet voordat ze even kunnen zeggen dat de kip een kippenei besmet is? Duurt bijna een jaar. En in België halen ze alles uit de schappen. Aan koeken en dit en dat. En hier blijft alles liggen. Het is gewoon vreselijk. Dus het is een vorm van protest dat ik die beestjes overal probeer te bevrijden. En ondertussen praat ik met de mensen over de problemen. Dus ik protesteer ook een beetje. Ik heb ook een internetsite. De Kou in het Nauw. Dus daar film ik al die dingetjes op en dan zet ik erop.
Dus. Als je aan de kant van de weg bent, let wel op. Ik heb de politie ook al een paar keer bij me gehad natuurlijk. Als ze mijn breekijzers zien lopen en zo. Want mensen vragen zich af wat er is. Maar heel veel mensen steunen het ook. Als je een hesje hebt, een oranje hesje of zo. Ik vind het een goed idee. Ik neem het mee in mijn gedachten en binnenkort loop ik hier met een hesje. Toch zo aan de kant van de weg bent dan... Ja, ik denk... Zo bij zitten zie je niet gauw altijd. Word je niet gauw gezien? Nee, maar ik zet mijn leven graag op spel. Voor goede dingen. Nee, dit is een flauwe grap. Nee, maar ik zou het hesje in mijn hoofd houden. Dat is een goed... Ja, ik snap het verhaal. Ja, heel goed. Ik ben het mee eens. Ja, nee, ik ben ook voor de dieren, voor de mensen en voor iedereen. Want het gaat gewoon niet goed met ons milieu. En ze liegen ons gewoon continu voor met heel veel dingen. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin meer in om daar nog naar te luisteren. Want ze vervuilen je hart, ze vervuilen je geest en ze vervuilen je lichaam daarmee. Ja, want dan kun je jezelf niet meer weerbaar maken. Dus ze proberen ons gewoon zwak te maken en te dissen en te doen. En vooral de NOS. Dat is duidelijk. Oké, meneer. Ik ben blij dat ik jullie op de hoogte heb gesteld. En succes. Ik hou van de dieren. Doe ze geen pijn. Doe me ook niet. Oké. Ja. Doei. Zo, daar gaan ze. Dank u wel, heren. Doei.